Het aantal klachten over de gemeente Os is in de laatste 10 jaar nog nooit zo hoog geweest als in 2011. Dat blijkt uit een rapport van de Ombudscommissie. Nou, we hebben geprobeerd te achterhalen waarom dat nou is. En eerlijk is eerlijk, wij zijn erin niet geslaagd. In 2011 kwamen er 60 klachten binnen over de gemeente. In 2010 waren dat er 35. Volgens Spijkers zijn er in de praktijk eigenlijk veel meer mensen die klachten hebben. Achter elke klacht die hier binnenkomt bij het gemeentehuis, daar moet je zien dat er ook 9 tegenover staat waarvoor men niet de moeite neemt om even te gaan klagen. Dus in feite zou je die 60 klachten maal 9 moeten vermenigvuldigen om te komen tot een echte aantal zaken waarvan je zegt, nou, dat had de gemeente beter kunnen doen. Wanneer een burger een klacht heeft, wordt die afgehandeld door de gemeente zelf. Mocht de klager het niet eens zijn met het besluit, pas dan komt de Ombudscommissie in beeld. In deze zogeheten beroepszaken kreeg 1 klager gelijk. Exact. En de andere hebben we gedeponeerd. Zodanig dat we zeggen, nou, we spreken hier geen oordeel over uit, omdat zeg maar, de meningen tegenstrijdig zijn aan elkaar. En dan zeggen jullie als Ombudscommissie, dan is er geen uitspraak te melden. Dan onthouden we ons van een oordeel. En daar komt het in feite op neer wat u zegt. Uit een enquête blijkt dat ruim de helft niet tevreden is over de afhandeling van de klacht. Kijk, als je met een bepaalde verwachting een klacht indient, namelijk om je gelijk te halen, dan is dat natuurlijk, en je krijgt het vervolgens niet, dan is dat een teleurstelling, dat begrijpen we wel. Maar dat doet natuurlijk niets af aan de inhoud van de klacht. Wij beoordelen de zaak puur op basis van inhoud en naar de normen die daarvoor gesteld zijn. Dat is jammer, maar het is niet anders. Overigens geven bijna alle klagers aan de volgende keer toch weer een klacht in te dienen, mocht dat nodig zijn. Liefhebbers van grote bouwklussen, opgelet. Vanaf vrijdagnacht 12 uur is op de website van DTV via een webcam het hele weekend te volgen hoe een enorme tunnelbak op de nieuwe N329 op zijn plaats wordt geschoven. De bak moet straks gaan zorgen voor een snelle doorgang voor het autoverkeer onder het spoor door. Het huidige spoor wordt eerst nog verwijderd, waarna ook de onderliggende grond wordt weggegraven. Daarna wordt de tunnelbak zo'n 17 meter verschoven naar zijn definitieve bestemming. De echte fanatiekelingen kunnen het volgen vanaf deze tribune. Maar wie het in zijn eigen woonkamer of vanuit bed wil zien, kan dus terecht op onze website www.d-tv.nl. En dat werkt ook op de smartphone en tablet. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden maandagochtend vroeg weer voorbij. Vrijdag de 13e was zeker geen ongeluksdag voor Wil Leenders. Zij werd op Montessori-school Elzeneind uitgebreid in het zonnetje gezet, omdat ze daar al 25 jaar actief is als vrijwilliger. Dat ook de burgemeester nog langskwam om haar te belonen met een osje van verdiensten, was tot het laatste moment een geheim. Nee, ik wist wel dat er iets gaande was met de kinderen en zo, maar ik wist niet dat de burgemeester zou komen en dat de familie van mij ook erbij zou zijn. Ik had gewoon dat het gewoon kleinschalig zou worden, maar dit is heel erg blij, heel erg verrast. Op de school waren ze het er al snel over eens dat dit 25-jarig jubileum niet zomaar ongemerkt voorbij mocht gaan. Dat mocht absoluut niet zomaar voorbij gaan. En we weten dat Wil niet van grote opsmuk houdt, dus we hebben het ook echt gedaan zoals we denken dat we er goed aan doen. Op een school als het Elzeneind zijn er genoeg klusjes te doen waar het personeel zelf niet altijd tijd voor heeft. Wil Leenders heeft de afgelopen 25 jaar dan ook al veel dingen gedaan. Oh, eigenlijk van alles. Gewoon in het begin altijd met de kinderen overblijven en zo. En op een gegeven moment werd gevraagd mee op kamp te gaan en koffie schenken en zo. Rolt er zo'n beetje in, boodschappen doen en ja, dan hoort een beetje bij het team. En dan, mijn eigen kind is toen van school afgegaan en ben gewoon blijven hangen eigenlijk zo. En dat is nu 25 jaar. Gaat snel dus de tijd? Ja, het schiet wel. Ja, het gaat echt snel, ja. En om eens duidelijk te maken hoeveel tijd er in dat vrijwilligerswerk is gaan zitten, heeft de directeur het even uitgerekend. Wij hebben berekend, als Wil 1 jaar hier op school is, 40 schoolweken, 200 dagen, gemiddeld 13 uur per week, dat zij op jaarbasis dus 520 uur vrijwilligerswerk besteedt aan onze Elzeneind. En 25 jaar praat je over 1000 schoolweken, 5000 dagen en 13.000 uur vrijwilligerswerk. En aan die 13.000 uur zullen in ieder geval nog de nodige uren worden toegevoegd. Want Wil Leenders wil voorlopig nog niet stoppen op het Elzeneind.